De provincie maakt het verschil. Dit is het melkveebedrijf van Jos Broekhuis en zijn zoon Thijs. Waar een aantal jaar terug nog op traditionele wijze werd geboerd, heeft deze boerderij met 230 melkkoeien vandaag de dag een circulaire bedrijfsvoering. Het boerenbedrijf is volledig zelfvoorzienend op gebied van energie en gas. Nou, wij willen door middel van duurzaamheid ons bedrijf toekomstbestendig maken. Mede namens de provincie hebben we ons bedrijf duurzaam kunnen ontwikkelen middels een monomesvergistingsinstallatie en de zonnepanelen. Door zonnepanelen op de daken van de stallen wordt energie opgewekt. Ook maakt het bedrijf, mede dankzij de provincie, gebruik van een biogasinstallatie. Dit biogas wordt gewonnen uit de mest van de koeien en levert niet alleen gas aan de familie Broekhuis, ook 200 woningen in Deurningen zijn voorzien van gas uit deze installatie. Dankzij de koeien van Broekhuis zit ook de omgeving er warmpjes bij. We maken werk van de toekomst van onze landbouw, onze agro- en foodsector. Een groot boerenbedrijf als dat van Jos en Thijs, waar met 4 melkrobots, met zonnepanelen en een biogasinstallatie gewerkt wordt aan kringlooplandbouw, levert ons niet alleen melk, maar ook energie. En misschien nog belangrijker, het stimuleert ook anderen in het verduurzamen van de bedrijfsvoering.